binnenkomen en ik stel ze op hun gemak. Dan gaat het er eigenlijk over, dan vertel ik wat mediumschap inhoudt. Dat het eigenlijk helemaal niet paranormaal is, maar heel normaal is. En mensen toch associëren met zweverigheid. En mediumschap is helemaal niet zweverig. Wat een medium in principe doet, is dat omdat je in de loop der jaren in je gevoel heel veel hebt meegemaakt en hebt opgebouwd. En dat straal je ergens ook uit. Een medium daar eigenlijk naar gaat kijken van wat straal je uit. En daar zijn natuurlijk verschillende voorbeelden van wat is uitstraling? Want ook dat klinkt dan weer zweverig. En terwijl mediumschap ook daarin niet zweverig is. Bijvoorbeeld, we hebben het over kinderen dan. Hè? Kind komt uit bed of partner komt uit bed. Kan wat chagrijnig zijn. En dat is natuurlijk niet zo'n heel leuk voorbeeld, maar het is gewoon het makkelijkste. Dan hoeft iemand niets te zeggen, het is gewoon voelbaar. Het is gewoon voelbaar dat in wat de persoon dan uitstraalt. Nou, en wat doet een medium? Die kijkt natuurlijk niet naar dat stukje, maar die kijkt gewoon van oké, wat speelt er? Wat is de potentie van de persoon tegenover mij? Waar loopt degene tegenaan bijvoorbeeld? Is dat in de liefde? Heeft dat met zaken te maken? Maar ook van hoe sta jij nu momenteel in je leven? Dus dat is een beetje wat je als medium doet, maar ook wat zeg maar wat je dan vertelt aan die anderen. En mediumschap is dus helemaal niet zo raar. Het is eigenlijk gewoon heel normaal.